Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe receptvideo. Het is vrijdag, de hoogste tijd voor weer een heerlijk recept voor in het weekend. Snel en makkelijk. Want wat gaan we maken? We gaan kip met peper en zout maken. Voor wie het niet kent, als je bij de Chinees, bij een goede Chinees, kip met peper en zout bestelt, dan krijg je wat we vandaag gaan maken. En wat we er allemaal voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, uiteraard kippendijfilet. 3 tenen knoflook, zout, ik pak zeezout, peper, Chinese 5 kruiden spice, ik heb hem van Johnny Boer, maar je kan ook van een ander merk pakken, deze is erg goed, vind ik. En een klein beetje maïzena, maar hier kun je eigenlijk beter korn, dus maisbloem, maismeel verpakken. Dan wordt het nog krokanter. Maar dat hadden ze niet. Ik kon er even niet aankomen. Dus ik gebruik nu even maïzena. Maar gebruik in de volgende keer maismeel. Okay, nou, dan kunnen we zo meteen beginnen met maken. Hè? Wat gaan we doen? Ik ga de kipfilet in reepjes snijden. Ik ga de knoflook schoonmaken en fijn hakken. Daarna gaan we de kipfilet coaten met de maïzena. Dus eigenlijk met de maismeel. Hè. Dan gaan we een eetlepel zout, eetlepel peper, 3 tenen knoflook en een halve eetlepel Chinese 5 kruiden, dus Chinese 5 kruiden, gaan we mengen met elkaar. Die gaan we dan over de kip doen en daarna gaan we de kip mooi in de olie krokant bakken. Nou, alles is gesneden, de kip is gesneden, de knoflook is gehakt. Ik was er even vergeten bij te zeggen dat dit recept voor 2 kippendijfilets is. Dus als je meer wilt, dan moet je de rest ook vermeerderen. Zo, nou, de maïzena op de kip. Even goed mengen. Zo, nou, dan kunnen de rest van je ingrediënten erbij. Zo, weer even goed mengen, hè. Zo, alles goed gemengd. Even mijn handen wassen. Zo, vuur aansteken. En dan gaan we in ruim olie gaan we het bakken. Mooi dun laagje in je pan. Zo, en dan kan de kip erin.
gaan we die mooi krokant bakken. Nou, even alles eraf. Goed in beweging houden. Zo, nou, ik ben inmiddels wel, een minuut of vijf lekker aan het bakken. Getemperd vuurtje, goed de kip in beweging houden, zoals je net zag, zoals ik net deed. Zodat het ook, dat moet je best wel continu doen, zeg maar. Dat die mooi krokant wordt, maar met de maizena wordt die toch niet zo mooi krokant. Dus ik hoop dat, dus je moet echt maismeel gebruiken. En dan mooi rustig uitbakken, zodat de kippendijen mooi krokant worden. Maar voor de rest, het ruikt echt super lekker. Ik heb het stiekem al geproefd en het is ook super lekker. Dus nou, als je mooi alles krokant gebakken hebt en de kippendijen gaar zijn, ja, dan ben je uiteraard klaar. Kip met peper en zout. En dan zou ik zeggen, smullen maar. Zo, dat was het weer voor deze vrijdag. Ik hoop dat jullie een leuk filmpje vonden. Geef even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Het is volledig gratis. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Maak van het weekend lekker deze kip met peper en zout. Redelijk simpel, redelijk snel te maken en echt super lekker. Dus goed weekend. En ik zou zeggen, tot maandag. Tot een nieuwe Kees aan de Kook. Tot dan. Dankjewel. Doeg.